Wat? Wat? De zwarte kabouters zijn de baas van dit eiland. Yo, Nintendo fans. We zijn op een eiland genaamd Schedeleiland. En je ziet het hier al aan de vlag en wat daar allemaal naast staat. Ik weet het niet, man. Maar het gaat niet zo goed met alle mensen en dieren op dit eiland. Volgens mij zijn hier alleen maar schedels en fossielen en... Ja... Oh, wow, nee, nee. En booby traps. Ah! Hoe kom ik hier uit? Oké, ik kom hier uit. Kijk dan, dit is wel allemaal heel duister hoor. Dit is nou niet je typische Nintendo vrolijke boelstijl hier. Dit is allemaal een beetje dood en verderf, moet je zien. Hier een mega skull en hier ook van die piratenvatten waar dan ook weer zo'n schedel op staat. En ja, van die apenschedels lijken het wel. Hornsby, leef je nog? What up Hornsby, gaat het met jou nog goed? Nou, Hornsby leeft nog wel. Die brengt wat kleur op het eiland. Ik heb zelf maar ook even mijn zwarte pak aangetrokken... En mijn schedelhoofdding opgedaan. Ik dacht, ja, dan pas ik er wel bij. Ja, we lopen maar even een stukje verder. Kijk, hier zijn ook allemaal aangespoelde schedels. Alleen maar zwarte bloemen ook, echt. Het is vet donker en het onweert. En Apollo kijkt ook chagrijnig. Oh my goody. Dit is inderdaad niet bepaald het vrolijkste eiland wat ik ooit heb bezocht, jongens. Ook aan deze kant zijn echt alleen maar zwarte bloemetjes. Het regent ook echt pijpenstelen. Yo, meneer. Jij ziet er ook al niet al te gezond uit. Hij zegt, glory to Skull Isle. Jemig, we zijn al op een Harry Potter eiland geweest. Maar die gasten van Zwadderich, die hadden hier prima terecht gekund. Ik denk dat die het wel fijn zouden vinden op dit eilandje. Kijk hierboven, ook allemaal stenen en geen enkele kleur te bekennen ook. Laten we even verder boven gaan kijken. Het eiland wordt trouwens wel goed verdedigd. Kijk, al die kanonnen die hier staan en emmers en zo. Abandon all hope. Yeah, who enter. Dus als wij nu deze kant op gaan, dan mogen we geen hoop meer hebben. Dus als je dacht dat het al deprimerend was, nou, hier wordt het waarschijnlijk nog een stuk deprimerender. We zien twee Triceratops schedels. Dit is wel heel vet gedaan trouwens. Hij heeft hier gewoon een fire pit gemaakt. Als je hier invalt, dan gaat het niet goed met je. Dan ga je aardig verbranden. En kijk trouwens hier deze schedel. Dit is wel heel nice gemaakt. Vanaf deze schedel kunnen we naar rechts, naar links en naar boven... Oh, dit is wel heel cool. Kijk die troon hier zo. Oh nee, we mogen niet op de troon. Ah, we zijn weer gevallen in zo'n gat. Ik ga toch op de troon zitten. Oh, dit is wel cool, man. Dit is wel een vette entry voor je museum. Alhoewel, je kan niet echt heel makkelijk in het museum. Eigenlijk kan je gewoon helemaal niet in het museum. Maar hij wou denk ik gewoon wat licht achter zijn troon maken of zo. Kijk al die mammoeten trouwens, jongen. Hoe kom je aan 6 mammoeten? Jemig, man. Hoeveel heeft deze guy gespeeld? Oké, hier rechts kunnen we nog hier naartoe. Dit is een klein stenen perkje. En als wij naar links gaan, waar komen we dan terecht, jongens? Oh, hier is helemaal niet zo heel veel, denk ik. Oh, wel hier beneden. Een begraafplaats van een dwerg. Kijk die dwerg die ernaast staat. Die is zijn vriendje opkomen zoeken. Arme kleine dwergen allemaal. Aww. Hier is ook nog een grafkist, maar dan van een farao. Hoe kan je dit bedenken, jongens? Hoe kan je dit maken? Hoe kan het in je hoofd zo duister zijn? Alleen maar schedels en dingen, joh. Oké, laten we even hier naar boven gaan. Over deze brug heen, langs alle skeletten. Dit is wel heel vet gedaan. Hier is een of andere... donkere priesterdwerg die kijkt naar de maan. Dit is wel cool. Dit is een hele vette plek. Ja, dit vind ik heel vet gedaan. Ik vind die maan sowieso heel cool, die zwevende maan. Laten we doorgaan. Laten we kijken wat hij nog meer voor ons in petto heeft. Hé, is daar iemand bij de campsite of heeft hij gewoon alleen nog tenten op dit eiland? Dat zou ook kunnen. Hier mogen we niet in. Daar loopt iemand achter. Ah... Ik ben bang voor die persoon. Oh, kijk hem daar. Kijk hem daar rondlopen hierachter. Oh nee, ik ga toch met hem praten, jongens. De Ark Druid. Luna's brought me another. Nee! 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 Hij zegt, de maan die heeft me een andere gebracht. Oh, nee. Oh, kijk zijn pit daar zo. Daar heeft hij iedereen ingegooid. Die hebben het allemaal niet overleefd daarachter. Ik ben bang. Ik voel me niet comfortabel op dit eiland, jongens. Ik heb nog nooit zo'n donker en duister eiland gezien in mijn leven. Oké, we gaan even hier naar de rechterkant. Hier mogen we eigenlijk niet naartoe. Hier wordt iedereen de ruimte ingelanceerd. Met deze rockets. Iedereen die gevangen wordt genomen op dit eiland wordt in zo'n rocket gezet. En die wordt gewoon keihard de ruimte ingestuurd. En hoppakee, zoek het lekker uit. Dit is het huis van deze persoon die hier woont. Dit zal wat worden, jongens. Oh, ja hoor. Alleen maar zwart meubilair ook. Hey, Boomer woont hier. Is Boomer de verantwoordelijke? De tv die doet het ook niet meer, jongens. Oh, dit is super scary. We komen in een spookhuis terecht. Oh, allemaal evil posters en niet betrouwbare villagers. Ook hier een tv die het niet meer doet. Het signaal is verloren. Het is hier allemaal heel verlaten.
was het hier ooit vrolijk? Ik kan het me bijna niet voorstellen dat het hier echt ooit een keer een leuke, gezellige boel is geweest eigenlijk. In elke kamer hangt ook zo'n tv en het signaal doet het gewoon niet. We zijn totaal afgesloten van de bewoonbare wereld, jongens. Dit is geen fijne droom, dit is een nachtmerrie. Ik noem dit gewoon Nachtmerrie Eiland, jongens. Hier woont de Boomer. Kijk, ja, dit is een soort van een pilotenkamertje. Maar ja, Boomer is ook verdwenen. Hij is hier niet meer. Laten we ook nog maar even de zolder gaan checken dan. Oh, dit is de ruimte van de Shrink. En die houdt alles in de gaten op dit eiland. Is Shep de Shrink? Is Shep de psychiater, jongens? Kijk maar, hij heeft hier zo'n hypnotiserend dingetje. En dan moeten we hier op de bank gaan zitten. En aan de andere kant zit Shep dan. En die gaat een beetje met je praten van... Hoe gaat het vandaag met jou? Hoe voel jij je vandaag? Ik wil hier weg. Die zwaarden ook daar. Ugh. En dan moeten we nog naar de ergste kamer, jongens. We moeten nog naar de kelder. Oké. Dit is de serverruimte. Ik had hier echt een of andere martelkamer verwacht eigenlijk. Maar in de serverkamer gaat het ook niet helemaal lekker meer. Ja, dit komt natuurlijk door die space rockets. Dit zijn natuurlijk de mensen die de astronauten gewoon de lucht instuurden. Ja, of de dode bezoekers. Ja, ik weet niet zo goed wie hier naar dit eiland zou willen komen. Ik ga weer naar buiten. Niet dat ik denk dat het buiten nou zoveel beter is, maar misschien toch maar beter om even naar buiten te gaan. Kijk daar. De Death Rocket. Ook die vaten die daar staan. Dat zijn van die vaten, daar zit allemaal chemische stof in. Die wil je niet openmaken, want dan heb je echt een probleem. We gaan even hier naar beneden, jongens. Oh, ze hebben wel reddingsboeien. Als jij in het water valt, jongens, dan kunnen ze in ieder geval wel redden uit het water. Dat is wel heel fijn. Wat hoor ik trouwens voor keihard geluid? Komt het hier vandaan? Wie zijn dit allemaal? Hallo, wie ben jij? Richthofen, ze zullen niet hier zijn. Oh my gosh. Wie is dit? Frogman. Leave at once and never return. We zijn totaal niet welkom hier. We zijn totaal niet welkom. Ik ga toch in het tentje, jongens. Dan ben ik toch wel heel benieuwd. Kijk dat bivakmasker ook. Oké, ik ben weg, jongens. Ik ga hier weg. Ik vertrouw deze twee gasten voor geen meter. Dat betekent echt niks goeds. Oh, hier nog meer vaten met brandbaar materiaal. Weet je wat? Misschien is het wel een goed idee om gewoon deze raket te pakken. Misschien is het in de ruimte allemaal wel veel beter te doen dan hier op dit eiland. Ik wil weg. Dit eiland is niet chill. Dit is echt een nachtmerrie. Het onweer ook. Het is overal dood en verderf. En we hebben de helft van het eiland nog niet eens gehad, volgens mij. Kijk, al die skeletten ook hier. We moeten nog naar de linkerkant van het eiland, jongens. We moeten deze kant nog op. Hier staat ook een of ander maf beeldje. Ik heb echt het gevoel dat als ik hier langs loop, langs dat beeldje, dat ik gewoon gelaserd word of zo. Gewoon dood. Gelukkig. Ik kan het allemaal overleven. Ze doen me niks. Oh, wat gaan we hier nou weer aantreffen bij deze twee dode herten? Nog een grotere verdediging op de muur. Laten we maar gewoon even naar de linkerkant lopen op dit eiland, jongens. Wat is dit allemaal? Zijn dit kruidvaten? Hier zitten denk ik al die bommen in voor die kanonnen. Al die kanonskogels. Het is wel heel cool dat dit echt een heel fort is. Hij heeft echt een verhoging gebouwd om zijn eiland heen. En dit is gewoon een heel fort. Het fort wordt bewaakt. Niet dat er heel erg veel is om te bewaken. Want ja, het is toch allemaal maar grauw en dood en... lelijk daarbinnen, maar... Oké. Ik heb ook echt medelijden met de villagers die hier wonen op dit eiland. Wie woont hier bijvoorbeeld? Het is Rocco. Oh, Rocco die past hier wel. En wie woont hier dan? Apollo. Die hebben we net inderdaad ook gezien. Nou, die kijkt ook chagrijnig, dus die past hier ook wel. Oké, laten we even langs deze schorpioen lopen. En dan gaan we hier naartoe. Oppassen dat we niet in deze put vallen, want ze laten je gewoon liggen in die put. Ze gaan je er niet uithalen op dit eiland. Oh my gosh, we hebben nog een huis. We hebben nog een huis. Wat is dit dan voor huis? Is dit het spookhuis? Ja, dit lijkt zo chill, maar dit is helemaal niet chill. Wat gaan we hier allemaal vinden? Waarom al die kaarsen ook overal? Oké, als we honger hebben, kunnen we hier misschien wel wat eten. Dat is dan weer wel fijn. Dit is de eetkamer. En kijk, kleur! Kleur! We hebben hier gekleurd fruit, jongens. Oh, er is toch nog kleur op dit eiland. Heb je nog meer kleur in de andere kamers? Nee, we hebben wel hier allemaal kruiden en planten. En volgens mij wordt hier geëxperimenteerd op dieren. Arme vogel en sprinkhanen staan hier. Oh my goody. We gaan even hier naartoe, naar de rechterkamer. Het is allemaal zo donker, hè. Dit is trouwens wel een toffe kamer. Dit is een hele klassieke kamer. Als je hier het licht aan doet, dat zou heel veel schelen. Kunnen we hier op een orgel spelen? Oh, dat is zo jammer. Oh wel, ja! Dit is ook altijd eng, hè? In die spookhuizenfilms. Dan komt er opeens een orgel en orgelmuziek. Dat is zo massaal en... Weet je wat? We stoppen ermee. Boom, boom. Oké, ik moet je zeggen. Ik ben verrast dat hij opeens gebruik maakt van lichthout. Alsof er toch nog een sprankje hoop is voor de persoon die hier slaapt. Alleen hier hebben we wel weer in de hoek zo'n schedel-t-shirt. En ook, ja, deze spiegel, moet ik zeggen, is...
toch wel wat aan de duistere kant. Maar het meubilair is gewoon wat lichter geworden, jongens. Zal ik even jouw kaarsje aandoen? Oh, dat andere kaarsje kan ik niet bij. Dat is jammer. Mooie pruik trouwens, vriend. Zijn we terug in de Renaissance? Wow, dit is een schatkamer. Dit is wel vet, hoor. Hier staat al het goud van de persoon die hier woont en allerlei toffe kunstwerken. Het staat compleet volgestouwd met allemaal spullen. Maar ik vind het wel tof. Kijk, die vikinghelm en de kroon en de gouden plakaten allemaal. Farao masker. Ja, dit is wel mooi gemaakt, man. Zo'n kelder zou ik ook wel willen op mijn eiland. Echt zo'n opslagplaats voor allemaal museumstukken en goud. Gewoon alles wat heel veel geld waard is. Super cool. Nice. Oké, tot zover de huistour. We kunnen hier nog naartoe. Ah, hier woont Shep inderdaad. Volgens mij is Shep soort van de burgemeester. Want ik zie echt zoveel posters van Shep overal. Oké, waar komen we uit als we hier naartoe gaan? Langs het Tanuki-beeldje. Dit is het huis van Lucky. Ja, Lucky hoort wel op dit eiland, jongens. Als er één villager op dit eiland hoort, is het Lucky wel. Kijk, ja, de mummiehond, hè. De mummiehond heeft zelf ook een, ja, niet zo heel vrolijk huisje met allemaal grafstenen van andere hondjes die hij heeft begraven, denk ik, of zo. Hij heeft lang niet schoongemaakt, zegt hij. Hij verontschuldigt zich voor de rommel. Maar gelukkig is het maar een droom. Oh, Lucky, man. Je bent zo unlucky. Ik ga er weer vandoor. Ja, succes op dit eiland. Ik hoop dat je het toch een klein beetje naar je zin hebt. En als we hier naartoe gaan, waar komen we dan nu weer terecht, jongen? Is dit de begraafplaats? Ja, ja, dit lijkt aardig op de begraafplaats. Oh, hier gaan we zeker weer in een gat vallen. Wedden, wedden? Ja, ik wist het, jongen. Ik zag het al, hè. Ik zag het al. Laat me eruit. Laat me eruit. We worden gegrepen door zombies. Ah! En is dit het huis van de grafdelver? Er lopen hier ook gewoon kabouters op deze begraafplaats. Is niet oké, jongens. Is niet oké. What? Wat? De zwarte kabouters zijn de baas van dit eiland. Ik weet niet wat ze hier aan het doen zijn, maar misschien zijn ze hier een of ander ritueel aan het doen. Alle skeletten die hebben ook gewoon een zak op hun kop. Ja, dit zijn dus de boosdoeners van dit eiland. Overal zie je ze, die gekke dwergen. Holy moly, ze hebben hier allemaal apen lopen slachten, joh. Dit is niet oké. Deze dwergen, jongen. Je zou hier een hele film van kunnen maken, joh. The Revenge of the Dwarves. Oh ja, hoor. Ja, kijk, hier zijn ze ook bezig met mysterieuze tafereelen met een zwevende steen en allemaal kaarsen weer en maskers op de muur. Och, ja, die tuinkabouters die zijn niet te vertrouwen, jongens. Echt niet, geloof me. Dit is ook de slaapkamer. Zelfs een donker vogeltje, man. Hou op! Daarachter een schilderij van Dwergen Eiland. Waarom zijn deze dwergen zo boos? Jullie hebben zeker een creepy zolder. Wat? Wordt hier de kerkdienst gehouden of zo? Zit hier dan priesterkabouter of zo? En zit de rest hier naar hem te luisteren? Op deze banken? Ach, het is toch niet normaal. Het is wel echt onwijs creatief. Hoe kan je dit verzinnen? Laten we even naar beneden gaan. De kelder. Ja, en die is nog het ergst van alles. Hier liggen alle ridders en apen en wie het dan ook zijn, liggen hier allemaal begraven in die sarcofagen. En daarachter is nog een ander type graf. Weet je wat? Ik laat het lichtje even branden voor de mensen die hier liggen. Ik steek de kaarsjes ook maar even aan. Zo, ter nagedachtenis aan iedereen die is overleden op dit eiland. Want man. Wat is hier veel negativiteit, jongens. Ja, ik hoop dat jullie deze video toch wel heel tof vonden. Ik vond hem in ieder geval toch wel heel erg leuk om hier rond te lopen. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit vet vond. En als je meer Nintendo en gaming video's wil zien, vergeet niet te abonneren. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickatu. Oh, en volg me ook even op Instagram. Gewoon omdat het kan. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!